Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven het noordwesten en noorden van Nederland en daaruit valt af en toe wat regen of motregen. In het zuidoosten is er weinig bewolking. Daar begint de dag met volop zonneschijn. De wolken en lichte neerslag breiden zich heel langzaam over het land uit. Bereiken Limburg waarschijnlijk pas tegen de avond, dus daar blijft het lang droog. In de rest van het land komen er dus meer wolkenvelden en kan er een spatje gaan vallen. Temperaturen lopen uiteen van 18 graden in Noord-Holland tot 22 in het zuiden van Limburg. Vanavond nog lokaal een bui, maar veel stelt het niet voor. En temperaturen zijn nog niet al te laag, met rond 17 graden. In de loop van de nacht begint het kwik te dalen. En morgen hebben we dan temperaturen van 15 graden. Het is wisselend bewolkt, heel af en toe breekt de zon door. En er vallen her en der een paar buien. De wind waait uit het westen en die is matig tot vrij krachtig. Dinsdag wordt een zeer onstuimige dag. Vanuit het westen gaat het hard regenen en ook flink waaien. Aan zee wordt de wind waarschijnlijk stormachtig, windkracht 8. Veel wind, lage temperaturen dinsdag. En ook woensdag en donderdag is het fris met temperaturen van 12 graden. En daarbij valt er van tijd tot tijd regen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.